Oké, guys, welkom to Dubai. We zijn aangekomen. We zitten echt letterlijk 5 minuten van Dubai Mall, Burj Khalifa af. En we gaan hier een maand verblijven. Ik heb een appartement gehuurd. Ik laat jullie meteen zien welk appartement het is. Het zijn 3 appartementen bij elkaar. Burj Khalifa is letterlijk hier. En dan hebben wij ook een appartement met uitzicht op Burj Khalifa. Ik heb begrepen, vandaag krijgen we 9e verdieping. Vanaf morgen rond 1 uur, maar komen we ook eerder als jullie wakker zitten en naar de receptie komen en vragen of de 21. Ik kan het systeem zeggen of die 21 of 22 vloer, of die al beschikbaar is. Verdieping. Ja. Fitness 24/7 open. Oh, super. Oh, wauw, top. Ja, ik sowieso wel schoenen uit. Nou, dit is de woonkamer. Maar waar is dat van? Dit is het uitzicht. Ik zie Burj Khalifa. Zie je Burj Khalifa? Slaapkamer nummer uno. Slaapkamer is van niet. Weet ik niet. Ik weet alleen even niet hoe de licht hier aangaat. Ik wil als die van oh, hier. Is deze van ons? Weet ik niet. Als je kan, we gaan zo kijken. Dit is slaapkamer nummer 1. Dit is de badkamer. Slaapkamer. Dit is de kleinste. Dit is gewoon een bijkamer. En dan heeft deze ook een aparte douche. Het is echt met 1 persoonsbed. En dan hebben we hier nog een slaapkamer. Ook weer met 2 persoonsbed. Even kijken. Dit is zeg maar de slaapkamer nummer 3. En ik vind deze echt het mooiste uitzicht hebben. Kijk dan. Je ziet Burj Khalifa. Je ziet de snelweg. Je als we morgen op de 22 ja, dit is echt een hele mooie kamer. Ja, hè? Cool, hè? Ja. En dan ook nog eigen badkamer deze. Ook super fijn en ruim. Dus dat is fijn. En dan heb je ook... Yes, I know. Ik kreeg al altijd alles goed. Dit is de 1 persoonskamer, toch? Ja, iedere kamer heeft zijn eigen badkamer. Ik denk dat deze beter voor ons is, want deze heeft inloopkast. Dit is de grootste. Ja, dit is de allergrootste. Dit is de 3e slaapkamer. In totaal hebben we 4 slaapkamers. En deze heeft ook een prachtige uitzicht. Trouwens, deze uitzicht is allemaal hetzelfde. Even kijken hoe ver die open gaat. Ja. Oh ja, en alle kamers hebben ook eigen airco's. Moes, wij gaan hier verblijven. Want deze heeft een grotere inloopkast. En kijk die badkamer. Dit is de grootste badkamer. Zo, echt top. Ja, ik wist dus niet dat iedere slaapkamer zijn eigen badkamer heeft. Ik ben echt verrast. Ik dacht dat ze maar 2 badkamers hadden. Ja, dit is de grootste. Ja, dit is ook top hoor. Ja. Hier ga ik lekker Mika shampoos neerzetten. Ja, echt een goede keuze voor me. Eigenlijk zou ik hier 2 maanden verblijven, maar de 2e maand heb ik geannuleerd. Omdat we naar een ander land gaan. Maar we blijven hier een maand en ik ben hier eigenlijk op een zakelijk / investeringreis. Vandaar dat we ook geen hotel hebben geboekt, dat we echt willen ervaren van hoe is het hier echt om te verblijven in een appartement. Zelf lekker thuis koken, af en toe uit eten gaan. Dus echt dat gevoel van wonen in Dubai te ervaren. En het is niet normaal warm, jongens. En trouwens, ik laat jullie zien wat ik aan heb. Ik heb een nieuwe set aan, een pak van de Zara. Het is van de nieuwe collectie, mijn nieuwe Dior sneakers. De woonkamer, ga je balkon op. Wauw. Wauw. Zeg eens, Habibi, welkom to Dubai. Habibi, kom to Dubai. Ja, het balkon is ook echt mega groot. Hij loopt ook door tot aan 1 slaapkamer. Oh nee, tot de helft van de slaapkamer. En het is niet normaal warm, jongens. We leven op 12 juni. We hebben de auto's kijken naar papa. Van. Leuk dat je met ons mee bent. Ik vind het zo leuk. Memories for life.
Hadja en Moskee. Oh. Oh ja, keuken heb ik die eens gefilmd. Oké, we gaan nu over naar de keuken, jongens. Oh, heel mooi. En heel schoon. En dit is het ding waar je vierstelling op water kan drinken. Niet uit de kraan, maar... Oh, top. En koffieapparaat. Ik kan niet zonder koffieapparaat. Oké, cupjes gaan hierin. Top. Mag ik het uitzicht zien voor overdag? Nou jongens, wij hebben thuisbezorgd besteld van McDonald's. Moesten ze onze laatste dag natuurlijk ongezond. Echt hè? Want vanaf morgen gaan wij weer naar de gym. En hoe heet die rep? Arabia. Mac Arabia. Mac Arabia rep. Bij McDonald's, dat is echt de P van mij. Moest echt. Arabia chicken en hij is abnormaal lekker. Zie je hem goed? Ja. Echt abnormaal lekker. Deze is ook voor jou. Volgens mij had ik wel een appartement met een grotere woonkamer. Want de woonkamer vind ik wel aan de kleine kant. Op zich, kijk, het is echt niet klein of zo. Hè. Ik ga niet zeuren of wat dan ook. Het is prima. We gaan hier een maand wonen. En ik weet dat ik grotere woonkamer had. Dus volgens mij heb ik een slag kleiner gekregen qua woonkamer. Op zich, er is genoeg qua eetgedeelte, grote keuken en alle slaapkamers zijn ook top. En ja, ik ben heel blij met het appartement die we hebben geboekt. Ik weet dat het best wel lastig is en dat je niet weet waar je moet boeken. Heb ik zelf ook gehad, maar ik heb best wel veel mensen gepraat die hier wonen. Ook vriendinnen en kennissen van ons, familieleden. En die hebben ook mij allemaal dit aangeraden. En zeiden, dit is gewoon echt in downtown. 5 minuten van Burj Khalifa, uitzicht op Burj Khalifa. En alle slaapkamers zijn top, maar ik wist niet dat alle slaapkamers ook badkamers hebben. En by the way, hier hebben ze dus ook appartementen met 2 slaapkamers, 1 slaapkamer volgens mij. En nu gaan wij een beetje even niet spullen ordenen, of pyjama's pakken, even douchen en even denk ik onze rust pakken. Want en morgenochtend pak ik weer vlogcamera erbij. En ik ga jullie in mijn hele Dubai trip meenemen. Zoals ik al zei, het is vakantie. We gaan ook leuke dingen doen. Maar het is vooral worktrip, investering. En we willen kijken of Dubai iets is voor ons gezin als toekomst. Dus vandaar dat wij ook hier een maand gaan verblijven. En ik wil jullie echt meenemen in mijn chapter. En by the way, als je me nog niet volgt op TikTok, volg me op TikTok. Malika.Saimak is mijn TikTok-account. Post ik ook onder deze video. En wat ik wilde zeggen is, ik ga... ook heel veel vloggen op TikTok. Daar zien jullie ook dingen voorbij komen die ik bijvoorbeeld niet in mijn vlogs ga verwerken. Maar ik ga jullie wel zoveel mogelijk vertellen. Een hele goede morgen. It's a beautiful day. Het is onze tweede dag in Dubai. Tenminste, we zijn gisteren aangekomen. En we hebben vandaag al gelijk afspraken staan. Ik vertel jullie daar straks over. En het is abnormaal warm. Maar ja, het is ook logisch. De mensen zijn lekker hier beneden aan het zwemmen. Good morning Dubai. Kijk hoe druk. Niet normaal. Daar in dit hotel heb ik ook gezeten, samen met Kouter. 2-3 jaar geleden. En het is echt letterlijk, als je hier oversteekt, ben je gelijk bij Dubai Mall. Nou ja, logisch ook, want Dubai Mall zit bij Burj Khalifa. Ik ben echt benieuwd wat ze hier aan het bouwen zijn. We hebben onze koffers en zo nog niet uitgepakt, omdat wij krijgen een ander appartement. Wel dezelfde, zei ze, qua grootte. Alleen, we gaan naar boven. We krijgen op 21ste of 22ste verdieping, krijgen we een appartement in plaats van deze op 9e verdieping. Voor mij hoeft het niet per se, maar Moes wil het wel. Ik ben wel vandaag heel mooi wakker geworden. Dit was mijn uitzicht toen ik hier zo in bed lag. Zo werd ik wakker. Echt, hoe lekker is dat?
Nou, we hebben weer ontbijt besteld, want wij moeten nog boodschapjes doen. Oh, deze croissantjes zien er lekker uit, hè, jongens? Ja, maar heel veel chocolade. Heel veel chocolade, dat vinden jullie toch lekker? En mijn moeder heeft ook een heerlijke croissant, een almond croissant. Eet smakelijk, iedereen. Nou, wij zijn net aangekomen in ons nieuwe appartement, zou je niet zeggen. Want het is precies hetzelfde, alleen dit is wel groter, Moes. Oh, dit is ook groter. Ja, maar dit is lager en groter. Zie je dat? Die andere was iets meer hoger, want ik kon niet zo. Kijk, ik kon niet zo hier staan. Oké. Okay. Is de balkon ook groot? Oh ja, de balkon gaat helemaal door. Ja, de balkon is veel ronder. En we zitten veel hoger. Echt veel hoger, want die zwembad was dan straks echt dichterbij. Ja, en de balkon is ook veel groter, want die andere balkon was tot hier. Vanaf hier. Tot hier. Dus ja, we zitten nu wel echt veel fijner. Alleen ik vind dit wel echt super eng, moet ik eerlijk zeggen. De kamers zijn hetzelfde volgens mij. Ja. Even kijken. Kamer nummer 2. Kamer nummer 3. Ja, dit ook. Dit was voor mij het belangrijkste, dat we hier ook die kast hadden. Ja, alles. En yes, Mustafa was right. Hebben wij dus ook een balkon in onze slaapkamer. En dat hadden wij dus bij die ander niet. En dat is ook echt top. Dus we hebben 2 balkonnetjes. Ja, dat is echt heel fijn. Kijk, hier kan ik dus extra van genieten. Want het is toch wel... iets extra's vergeleken met die andere kamer. Ik ga sowieso delen met jullie welk appartement dit is. Want mijn DM is al gisteren ontploft. Van waar zit je? Oh my god, ziet er echt prachtig uit. Welke hotel is dat? Welk appartement is dat? En dit is by the way hotel/appartement. Het is beveiligd. Onder heb je een receptie. En je kunt van alles en nog wat bestellen van beneden. En de ligging, ja, de ligging is top. Het is gewoon downtown. Ligging is echt op. En ik heb dus nu een afspraak voor mijn wimpers. Ik heb een afspraak gemaakt 2 weken geleden bij een schoonheidssalon hier in Dubai. Best wel een bekende. Ook hier in downtown. Hij zit echt letterlijk volgens mij bij Burj Khalifa daar ergens. Ik ga met een Uber daarheen, want onze auto die wordt straks gebracht. We hebben een auto gehuurd voor een maand. Want we hebben hier gewoon dagelijks een auto nodig. En ik ga dat echt niet met een Uber of taxi doen. Daar heb ik allemaal geen tijd voor. Ik wil gewoon lekker vrij zijn. Auto instappen wanneer we willen. En parkeren waar we willen. Dat is gewoon veel fijner. Oh, mijn wimpers zijn heel erg gegroeid. Ik ben super tevreden met mijn wimpers. Ik heb ook lashlift gedaan bij Melissa in Deventer. Omdat ik dus op vakantie ging. Maar ik heb dus hier bij een salon gezien dat ze hele mooie wimper extensions doen. Heel apart. En ik wil dat wil ik dus vandaag doen. Ik heb heel lang geen wimper extensions gedaan. Omdat ik super goed voor mijn wimpers aan het zorgen was. En heel veel mensen zeggen tegen mij. Oh my god, Mali, je wimpers zijn zo erg gegroeid. Niet doen, niet doen, niet. Ik denk, oké, let's go. Ik heb gewoon een random shirt aan. Die ik ooit bij een random boutique heb gekocht in Banderma. Spijkerbroek is van de Zara. Ik trek deze sneakers aan. Nou, ik zit nu in de... Ik moet echt tegen airco's kunnen hier. Want buiten is ja al boven de 40 graden. Is rond 45 graden. Maar ook los daarvan, ook in de wintermaanden als je hier komt. Mensen zijn hier zo erg aan airco's gewend. Waar je ook binnenkomt, de airco's staan op level nummer 100. Net als nu ook. De airco waait gewoon echt keihard op mijn gezicht. En gisteren ook in een vliegtuig van Emirates. Ik was zo blij dat wij jasjes mee hadden en dekentjes. Mensen hadden op een gegeven moment jasje aan, dekentje over hun heen. Het was echt koud. Niet normaal. Op een gegeven moment begonnen mensen zelfs te klagen over, kunnen de airco's gewoon uit? Ook al deed je die airco boven je hoofd of die luchtdingen uit, was het alsnog super koud. Maar je moet er echt tegen kunnen. Ik kan er zelf niet zo heel goed tegen. Dus misschien over een paar dagen dat ik al zwaar aan het hoesten ben. Maar het is gewoon niet anders. Ik heb dit elke keer als ik naar Dubai kom. Oké, jongens. Ik ben aangekomen bij de beauty house. It's really, really nice. Echt amazing. En hij zit letterlijk tegenover de address. De Fountain Views. Oh.
Nou, ik ben nu al mijn kleren aan het sorteren. Moes en mijn moeder hebben net al andere kleren gesorteerd. Ik ben trouwens net back. Dit zijn mijn lesjes. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Eerlijk toegeven dat ik echt heel erg blij ben met het resultaat. Een meisje uit Wit-Rusland heeft mijn wimpers gedaan. Volgens mij is zij ook de enige die daar wimpers doet. Maar het is echt een aanrader. En ik ben tussen de 80 en de 100 euro ben ik kwijt. Ik ga nu mijn kast, of tenminste al mijn spullen even uitpakken. Hier, Moes heeft hier al zijn spulletjes en zo neergelegd. Ik heb hier mijn make-up spullen gelegd. Ik zat al te denken, ik ga alles beneden, of tenminste daar zo zetten. Maar eigenlijk is dit hier wel fijner, ja. Ja, mijn moeder en Moes zijn heel slim. Jongens, wat gaan wij doen? We gaan naar de Emirates Mall. Boodschapjes doen en daarna gaan de jongens trainen. Hè? Oeps, ik dacht dat ze eruit gingen. Waar ga jij trainen? Waar heeft mama jullie voor ingeschreven? Bij de Ajax Academie. Cool hè, dat ze dat nu in Dubai hebben. Vandaag hebben jullie een try-out. Vandaag hebben jullie een proeftraining. En mama, kijk. Ja, heel. Wat is proeftraining? Ze gaan kijken bij welke groep ze jullie kunnen plaatsen. Aan de hand van hoe jullie trainen vandaag. Jongens, mijn camera raakt continu beslagen. Maar we hebben een auto gehuurd. Zo. Het is niet normaal. Kijk dan, mijn camera. Het is gewoon beslagen door de warmte. Ik ga helemaal stuk. We hebben een auto gehuurd. Ja, dat is super fijn. Als Moes blijft ongeveer 2 weken met ons. Dan ben ik alleen met de kiddo's. En is het gewoon super fijn dat ik een auto heb. Of dat wij een auto hebben. Super mooie auto. Ik wilde deze auto per se omdat hij ook een lichte kleding heeft. Ik vind dat echt heel mooi. En onder ons appartement kunnen we ook dus onze auto parkeren. Dat is echt super fijn. Zoals jullie zagen, net stond onze auto gewoon beneden geparkeerd. Dat is echt top. Jongens, is dit de grootste supermarkt die jullie ooit hebben gezien? We zijn bij Emirates Mall naar de Carrefour gekomen. En deze supermarkt kennen we van de vorige keren. En deze is gewoon niet normaal. Ik weet niet, die komt geen eens einde aan. Ze hebben brood aan het halen. Ze hebben hier zoveel verschillende brood. Kijk dan. Het is echt niet normaal. Guys, kan iemand mij vertellen wat dit is? Ik heb dit nog nooit in mijn leven gezien. En dit ook niet. Wat is dit? Of ik zie allemaal dingen die ik nog nooit in mijn leven heb gezien hier. Echt apart. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? En wat is dit? Oké, nou, jongens die gaan vandaag voor het eerst meetrainen met bij de Ajax Academie. En het zit bij Dubai International Academie. Vandaag hebben ze een proefdag. Ik ben benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Het is wel echt abnormaal warm. Terwijl het 5 uur is, is het gewoon 40 graden. Vandaag mochten ze in hun eigen kleding komen. Omdat het een proefdag is. En aan de hand van vandaag mogen wij zeggen ja of nee dat we zeg maar bij hen willen aansluiten. Dan krijgen ze, dan moeten we voor hun ja, alle 2 setjes van Ajax kopen. Nou, we hebben t-shirts gepast. Ze krijgen zo'n t-shirt. Een originele t-shirt. En Arda en Zin krijgen hun eigen shirt. Arda, vind je het leuk? Ja? Ja, ik hou niet van Ajax. Dan gaan we tegen iemand zeggen. Ga eens daar staan. Ik ga zo foto filmen. Ga eens daar staan. Ga daar staan. Hadi. Hij is van Feyenoord, daarom. Hij is niet zo... Voor wat? PSV? Oh. It's okay. Arda, ik ben hier.
Nou, nu zijn we onderweg naar huis. Jongens, wat vonden jullie van Ajax Academie? Leuk. Leuk? Yes. Jullie shirtjes zijn ook binnenkort klaar. Oma heeft lekker gekookt. We gaan lekker kip eten met... Rijst. Nee, met macaroni. Moes en ik gaan straks naar de mall. Gaan we nog extra boodschapjes doen en... Gaan we even met z'n tweeën chillen. Even een avondje uit. Guys, kijk hoe leuk thuiskomen dit is. Zo schattig. Mijn moeder heeft helemaal tafel gedekt. Echt super lief. Ik ga dit even openen. Want dan kunnen we mooi naar buiten kijken. Moeder en ik dachten dus dat wij watermeloen hadden gekocht. Maar het is een gele watermeloen. Ik weet niet of het... Moes, kijk alsjeblieft naar die watermeloen. Kijk daar. Dat is geen watermeloen. Kijk daar. Dat is geen... Oh. Raar, hè? Ik weet niet eens wat het is. Ik denk gewoon watermeloen. Maar lief, hè, hoe mama tafel heeft gedekt. Echt schattig. Is dat gewoon meloen? Dat is watermeloen. Arda en Zeen, wat zei ik tegen jullie? Geen iPads. Ja, Arda van de iPad af. Kijk, gelijk wordt mijn camera beslagen. Dat is toch niet normaal? Ja, hè? Kijk. Ik ga even een beetje dichterbij. Kijk wat met mijn camera, kijk wat met mijn lens gebeurt. Kijk. Hij raakt beslagen. Kijk, dat het door de warmte. Je weet, buiten is het gewoon 40 graden. Kijk. Zie je? Er zit zo'n damp op. Guys, we hebben heerlijk gegeten. Ik ben omgekleed. Ik heb echt een klein beetje mijn oogschaduw bijgewerkt. Lijkt ineens heel veel. Ik ben zo tevreden met die lesjes. En by the way, wat ik ook wilde zeggen is... Zoals jullie in mijn vorige video hebben gezien, of die video daarvoor, ben ik bij Sheila geweest, bij Elite Skin Clinic in Den Haag. En heeft ze Morpheus eetbehandeling gehad. Dat is hier in Dubai ook heel bekend. En vandaag had ik met dat meisje die de lesjes heeft gezet, zeg maar, over Morpheus eetbehandeling. Ze zei ook, het is echt abnormaal goed voor je huid. Ze heeft het ook laten doen. En wat ik wilde laten zien is, dit is dus nu, even kijken, vandaag is het welke dag, Moes? Dinsdag. Ja, 13. Ik weet niet meer, volgens mij 6 dagen later. En mijn huid is helemaal niet gaan vervellen. Ik had wel best wel veel roodheden. Hier in mijn hals zie je nog wel die puntjes van het apparaat, van die naaldjes. Maar dat is ook goed aan het herstellen. En zoals jullie in mijn vlog hebben gezien, ik wilde vooral dit wat strakker. En ik weet niet wat het is. Ik merk echt het verschil. Ik weet niet of jullie dat merken. Maar ik merk echt dat dit bolletje hier veel minder is en mijn huid is ook veel meer aan het stralen. Ik heb nu bijvoorbeeld geen foundation op, alleen een bronzer en lipstift en oogschaduw. That's it. Ik heb voor de rest helemaal geen foundation op. En ik ben even omgekleed. Ik heb een shirt van Moes gestolen vandaag van Off-White. Deze heeft by the way nieuw. Ik heb die spijkerbroek aan die ik toen straks ook aan had van de Zara. En ik heb deze hakjes eronder aangetrokken van Ipekio, ook van de nieuwe collectie. En dit is mijn Bottega bag. Moest die, ben je ook ready? Ja. Kom, kijk of we aan het matchen zijn. Ik heb de outfit van Moes uitgekozen. Moes en ik gaan nu gezellig naar de mall, naar Dubai Mall. En dan gaan we daar ook even een drankje doen samen, een beetje door de mall lopen. Het is nu hoe laat? Geen idee. Mijn horloge klopt ook niet. Hoe kan dat? Nee, dat loopt ook niet goed. 10 voor 9. 9 zijn we daar. Oké, nou let's go. Let's go. Dubai Ski. Juist. Dat is in Emirates Mall waar we boodschappen gingen doen. Nee, niet hier. Hier beneden heb je La Durée. Die bedoelde ik, hier bedoelde ik. Oh, je bedoelt hier beneden. En daar gaan we binnen, Bottega. Ja. Nou, Moes is geslaagd. Hij heeft instappers gevonden die wereldwijd uitverkocht waren. Wat een geluk heb jij vandaag. Terwijl ze tegen ons zeiden, ze zijn niet beschikbaar, ook niet in Dubai. Klopt. Oké, jongens, we gaan naar de hookah. En we gaan binnen zitten. Ja, buiten is echt te warm. Want er is wel plek buiten, maar we gingen even kijken, maar het is gewoon niet te doen. Iedereen zit binnen. Het is gewoon
Het is, hoe laat is het? Het is 10 uur precies in de avond. Maar buiten is het gewoon niet te doen, jongens. Het is gewoon veel te warm. We gaan lekker binnen zitten. Een beetje rondje gelopen door de mol. Dan gaan we even lekker even met steeds drankje doen en dan gaan we naar huis.